je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Eén van harte, goedemorgen, welkom. Dit is een nieuwe aflevering van ons programma De Nieuwe Politiek. We zijn op het terrein van het Slans Hospitaal en er zijn drie ziekenhuizen in actie nadat ze gesproken hebben met de minister van Volksgezondheid over de problemen die ze hebben. Het zijn er zeker drie problemen die ze dus dan opgelost willen krijgen. Men praat over de COVID-gelden die ze willen hebben. Een loonaanpassing en nog één, maar daarover praat meneer Edam met ons. We gaan met ze praten hierover. De mensen achter mij zijn de verpleegkundigen die op dit moment in actie zijn. En geloof met zijn verpleegkundigen van drie ziekenhuizen die hier zijn. Ze zijn officieel nu in actie, dus ze zijn gestart daarmee. Maar goed, laat ons even gaan naar meneer Edam. Hij is in zijn kantoor. En dan gaan we dus dan met meneer Edam praten over de situatie hier bij het Slans Hospitaal. Ja, dan lopen we het kantoor in van de heer Edam. Met hem zullen wij dus dan de gesprekken voeren. Ik moet u zeggen dat we later live zijn hoor. We zijn live wanneer we dus dan vanuit het Onafhankelijkheidsplein ook de flitsen voor u gaan brengen van de actie van de organisatie die nu bezig is met de acties. Dus u kunt afgestemd blijven later in de middag. Ik weet niet als we gaan bivakeren, maar we zullen wel de flitsen brengen vanuit die locatie. Maar nu naar meneer Edam, want daarover gaat het nu. Meneer Edam, we komen vaker bij u. Er zijn problemen hier, want dit is niet de eerste of de tweede keer. Ja, goedemorgen. Mm-hmm. Dat klopt. Ik ben vaker hier omdat ik sowieso leiding geef aan drie organisaties, mm-hmm. namelijk drie ziekenhuizen. Mm-hmm. En zoals u weet zijn we al geruime tijd bezig geweest qua die looncorrectie mm-hmm. Ten aanzien van de zorgpersoneel. We hebben geschreven, het moet zijn 28 februari 2022, waar wij een schrijf hebben gestuurd naar de directeur van al de ziekenhuizen, althans de ziekenhuizen waar ik leiding geef. En we hebben een CC gestuurd, minister Volksgezondheid, minister Binnenlandse Zaken en minister Financiën en de directeuren. En daar hebben we aangegeven dat de ziekenhuizen die in de visio zitten, dat we wensen eruit te stappen. En daar hebben we ook een looncorrectie opgestuurd. En 28 verzonden tot 15 maart hadden we geen reactie mogen ontvangen van de directie. Hebben we weer een schrijven gestuurd. En toen heeft men wel gereageerd op 21 maart. Op basis daarvan hadden we wel ook samen met de minister van Volksgezondheid en de directeuren een meeting gehad, hou me ten goede, maar dat zou in februari zijn geweest. En daar hadden we ook de suggesties waar men eigenlijk zou moeten gaan werken om over te kunnen gaan tot betalen van de personeel. Omdat zoals u weet worden wij niet uitbetaald door financiën. Wij worden uitbetaald door wat we zelf declareren bij SZF. Ja. En toen hadden we afspraken lopen dat men zou gaan werken aan die lichtdagentarief. En kort daarna heeft men inderdaad gewerkt waar er een 34%. Maar die 34%, u weet, het zal ook niet haalbaar zijn. Want intussen liever al met zeker 3D-evaluatie. En alles rakende een ziekenhuis is gebaseerd op valuta. Zo. Maar gaandeweg zijn we bezig geweest. Namelijk mondeling hebben we dat ook voorgelegd aan de minister. Dat wij van de zorg ook eisen dat we een betere verzekering krijgen. Met name premiumkaart. Want het kan onmogelijk zijn dat wij voor de zorg moeten bieden. En wij in principe hetgeen dat wij moeten verlenen. Dat wij zelf geen gebruik van kan maken. Ja. Ieder weet dat tegenwoordig iemand die rondloopt met de SZF-kaart. Dat je bijna of niks kan krijgen. Mm-hmm. Zo. En wij van de zorg zeggen we accepteren dat niet meer.
We wensen eisen de plek op en tenminste de waardering die we verdienen. Ik heb het meerdere malen aangehaald, zeg van corona die is een lijfelijke feit geweest om aan te geven hoe essentieel bepaalde diensten zijn. Verschillende momenten en toen wist ieder hoe essentieel de frontliners zijn. Alleen zien we dat wanneer het zo gaat over de waardering, dat ergens lang op zich laat wachten. Ik praat nu over lang, omdat we nu zeggen, nu gaan we het opeisen. En ik denk dat men geen andere keuze zal hebben dan met de eisen van de ziekenhuizen, met name. En ik denk na de drie ziekenhuizen, dat de overige ziekenhuizen de waardering ook moeten krijgen. En dat de drie eisen sowieso, dat we die drie eisen opeisen. Namelijk de COVID-toelage, die er achterstallig is vanaf januari tot maart. En we hadden niet lang geleden ook gestreden. Had men toen voor december uitbetaald, maar intussen zijn we een paar maanden verder. En wat bleek, dat de overige drie maanden volgens afspraak nog steeds is blijven liggen. Dus wij zeggen, we eisen de drie punten. Sowieso willen we die drie punten gedaan krijgen. Zonder die drie punten kunnen we niet garanderen dat er rust is binnen de zieken, deze drie ziekenhuizen. Ja, die COVID-gelden, als ik daarover mag praten. Er was een COVID-fonds, toch? En dat geld zou... Geven zeg van dat, wat ik wel weet, de informatie die ik wel wist, dat er toen 100 miljoen uitgetrokken was voor de COVID-fonds. Helaas kunnen we wel zien dat misschien zou het wel goed om de minister dat zo'n vraag te stellen, want hij zou de man zijn die zou beter daarop kunnen antwoorden. Wat ik wel zie, dat we vaak moeten horen dat er geen geld is. En wanneer we weten dat er 100 miljoen vrijgemaakt was, alleen puur zaken rakende de COVID gebeuren. Mensen een klein beetje dat ze nog moet krijgen, want sommige mensen denken dat het om veel geld gaat. Nee. Maar tot nu toe dat er achterstallig is van zeker drie maanden. Dus u zou eerder zo'n vraag moeten stellen aan de minister. Hij zou misschien daar een antwoord kunnen geven. U heeft twee dagen geleden, geloof ik, zo met de minister gesproken. Toch nadat jullie geprotesteerd hebben. Jullie zijn naar het kabinet van de president gegaan. Jullie wilden met de president praten. Het is niet gelukt. Daarna heeft u waarschijnlijk met de president, met de minister gesproken. Wat is uit de bus gekomen? Want het resultaat voor een gesprek, Mick, Tidoudin actie. Wat is uit de bus gekomen? Ja, klopt. Kijk, ik heb de minister uitgelegd, we hebben gesproken, gisteren heeft u wel geciteerd op hetgeen wat de pers geschreven heeft, maar ik zeg, moeten we gaan focussen op wat de pers schrijft. We moeten gaan focussen dat ik inderdaad met de minister heb gecommuniceerd, of het nou uren geweest is of nou maar. Het feit is, ik heb met de minister gesproken en op basis wat de minister gezegd heeft, op basis daarvan hebben we gezegd, nee, dat gaan we wel moeten gaan verscherpen in de zin van, omdat wij weten ook waar de schoen wringt. De minister zou sowieso afhangen van zeker zijn collega van Financiën. Van Financiën. En die misschien heel veel tijd in beslag zal nemen. En ik heb ook de minister voorgehouden wat er leeft tussen de mensen, de arbeiders. Dat de gemoederen verhit zijn en ze zeggen van geen denk eraan, we willen het nu. Ik heb toen de minister voorgesteld, de minister is het niet raadzaam om tenminste de president in kennis te stellen, waardoor de president snel een besluit kan nemen, waardoor er rust kan zijn binnen de gezondheidszorg. Want men onderschat wat de zorg allemaal te bieden. Hij had me toen beloofd dat ik later in de avond zou horen en niks gehoord. Op basis daarvan heb ik geen andere keuze, want ik zou vooral moeten brengen aan de leden. En op basis daarvan hebben de leden toen besloten dat ze hun officieel in actie gaan. Gisteren heb ik met de minister weer gezegd van en hij verwezen naar de directeuren. Maar wat er eigenlijk speelt, we weten het dat, kijk, de directeuren die zijn afhankelijk, dit alles, die kost geld. Wanneer we praten over looncorrectie, gaat met geld gepaard. Wanneer we praten over die premiumkaart, gaat ook met geld gepaard. Wanneer we praten over die COVID-toelage, gaat gepaard met geld. En wij weten dat de directeuren moeilijk nu salaris kunnen uitbetalen, omdat de inkomsten niet toereikend is. Kijk, wat men moet declareren vanuit SZF, is op basis van een bedrag dat reeds jaren achterhaald is.
Men geeft aan, ik hoor soms de minister praten over alsof deze regering in principe een lichtdagtarief aangepast heeft met zeker 200%. Maar wat men ook verzuimt te zeggen, is dat we ook zeker 3 keren die evaluatie hebben gekend. Dus bijna die hele 200% waarover men het heeft, ook niks voorstelt. Mm-hmm. Dus we kunnen ook dat niet af. We kunnen ook niet gaan naar de directeur met de eisen. We zeggen wel, sowieso is de directeur onze gesprekspartner. Maar bij deze is volksgezondheid de eindverantwoordelijke van de totale gezondheid qua deze natie. En de minister hoeft niet te denken dat hij met een app of met het zeggen van ga terug naar je directeur dat het klaar is. Nee, want per slot van rekening is de totale regering verantwoordelijk voor de totale gezondheidszorg. Dus wij zullen het blijven zitten op het bord van de minister, omdat we weten dat alles gepaard gaat met financiën en de ziekenhuizen hebben echt geen middelen om dit alles te doen. Ja. Ik heb wel begrepen dat men nu in een vergadering zit samen met SZR en financiën en SZF om te gaan praten over het lichtdagentarief. Zo, maar intussen zijn we een paar maanden verder. Dus wij zeggen, we hebben ook begrip daarvoor. Misschien hetgeen van de loonronde, misschien een paar dagen of een paar weken nog in beslag kan nemen. Maar hetgeen over de COVID-toelag en de premiumkaart, zal men daar daadkracht moeten tonen. En bij deze, ik ben ervan overtuigd dat de president wel een besluit kan nemen. Dat hebben we niet veel dagen daarvoor nodig. Dus ja, het ligt nu aan de regering en met name de directie die werkarm is van volksgezondheid, dat men zo snel als mogelijk met de oplossing komt. Ja. Jullie gaan de tweede dag in voor wat de actie betreft. Jullie zijn gisteren begonnen officieel, vandaag is de tweede dag. Hoe zit het met de impact van jullie actie? Nou, sowieso, het heeft zijn impact. We houden wel tot nu toe rekening dat we patiënten hebben. En we hebben het zodanig nog geregeld, let wel, nog geregeld dat de patiënten nog hulp krijgen. Maar alleen het zal afhangen hoe men het geheel aanpakt, dat we niet hoeven over te gaan tot verscherping. Want per slot van Rieke hebben, kennen we onze verantwoordelijkheden, maar aan de andere kant, onze rechten moeten ons ook, en wanneer we zeggen dat we daarvoor strijd moeten leveren, dan gaan we het wel nu wel doen. En zeker voor zeker deze 3 punten willen we graag deze 3 punten zo snel zien opgelost. We hebben geen ruimte om weer actie te gaan opschorten, om weer te wachten voor een andere keer. Het moet niet gaan lijken als het altijd weer één daarmee op of het bakken. Nee, ja, in dit keer gaan we het in één keer willen we al deze 3 punten gedaan krijgen. Ja. Wat zal het actiemodel zijn? Zullen jullie de straat op of zitten jullie gewoon zoals ik die verpleegster of tenminste de verpleegkundige daar heb gezien? Nee, op straat gaan, dat is niet ons ding. We hadden toen maandag jongsleden zijn we de straat opgegaan om duidelijk aan te geven zodat de wereld ook kan zien dat het slecht gaat binnen de gezondheidszorg. Dat hebben we ook al intussen gedaan. En blijven lopen is ook geen optie. We hebben het al gedaan. Mm-hmm. Wat we nu gaan doen, de mensen komen en we gaan in vergadering. En nadat we in vergadering zijn gegaan, geen besluiten, noemenswaardige besluiten. En dan gaan de mensen naar huis. En dat gaan jullie zo houden totdat die punten zijn gerealiseerd? Ja, en lukt dat niet, dan gaan we het wel verscherpen. Dus er is wel een mogelijkheid, dan gaan we misschien de samenleving moeten oproepen om hun patiënten op te halen. Maar tot nu toe kunnen we dat nog niet zeggen, omdat ik heb wel de signalen mogen volgen dat men het, er is nu intussen opdracht ook gegeven aan de HRM om bepaalde zaken op te pakken. Ik weet niet of men laat is, maar ik denk dat men wel laat is, omdat we al geruime tijd dat hebben gedaan. Maar, er is altijd een maar. Er is een optie waar men zeker met 2 punten in 1 keer kan komen, namelijk COVID geld, kom je ermee, kom je met premium, want daar heb je niet veel dagen daarvoor nodig, je hebt geen veel zaken die je zou moeten regelen, daar heb je gewoon een stukje daadkracht nodig. En die zaken, dat denk ik wel dat we wel kunnen gaan praten over opschorten. Ja, maar premium, een premium kaart, daarvoor moet je wel geld hebben toch, men moet het kunnen betalen. Nou, en we praten over hoeveel verpleegkundigen, of tenminste hoeveel mensen uit de zorg, nee, wij praten van deze 3 ziekenhuizen, hè? Nee, ik moet dat ding doortrekken. We praten over gelijkheidsbeginselen. Ik wil het hebben over de totale zorg. Ja, okay. De totale zorg. En zorg is overal duur. En niemand moet mij komen vertellen dat een premium kaart
duur zal zijn voor de zorg. Met andere woorden, zolang men dat moet zeggen, dat wil zeggen, zijn de mensen van de zorg waardeloos. En ik heb geen waardeloze zorgpersoneel. Nee, ik begrijp dat, maar men moet het kunnen betalen. Denkt u daaraan? Ja, oké. Okay. Van waar haalt men het om voor de minister te betalen, de agenten te betalen? Wat maakt die mensen bijzonder ten opzichte van de zorgpersoneel die dat moeten bieden? Wat maakt ze bijzonder? Ze zijn allemaal mensen. En volgens mijn optiek is dat ieder even gelijkwaardig. Dus gezondheidszorg nogmaals is ter wereld duur. Misschien in Suriname willen we het goedkoop houden. Het is ons. Daarom zeg ik van, er zal daadkracht getoond moeten worden. Maar gezondheidszorg is overal duur. Ja. En nu praten we over de COVID-gelden, die moeten gewoon betaald worden. Weet u hoeveel op hoeveel dat komt? Weet u, heeft u een schatting? Nou, het Slaans Hospitaal, dat denk ik van die 3 maanden, dat heeft mij 1,4 nodig. Miljoen? Ja, 1,4. Dat is alleen voor Slaans? Slaans. En RZW heeft men volgens mij daar, hou me ten goede hoor. Ik wil niet zo snel, Slaans ken ik zo een beetje, maar RZW. Maar feit is, het gaat niet om veel geld. Kijk, 1,4 miljoen lijkt veel voor u, maar voor een land en voor een organisatie niet. Ja. Want je 40 miljoen om mij wat te gooien naar Banje, ik bedoel zeg van dat is wel veel geld. Ja. Maar voor een organisatie 1,4 miljoen voor een ziekenhuis die 800 man telt, is niet veel geld. Ja. Om erbij te halen dat er een 100 miljoen al vrij was gezet voor deze zaken. Dat bedoel ik. En niemand, misschien, ik zal maar niet zeggen niemand, misschien zou u dat eerder moeten vragen aan de minister, zodat hij wel antwoord kan geven waar die 100 miljoen dat uitgetrokken was voor de COVID-gebeuren, waar het naartoe is gegaan. Ja, duidelijke verklaring is er nog niet dus. Nee, althans dat hebben we niet kunnen halen. Ja. Ja. We gaan met uw medewerkers praten, met uw toestemming meneer Eda. Moet u nog iets zeggen? Nou, wat ik nog wens te zeggen is dat laat de beleidsmaker dat geheel snel aanpakken. Men moet niet proberen om straks een boosdoener te zoeken als hoe men gewend is om continu vinger te wijzen. Nogmaals.